samen met vocals. Ik heb de band opgericht samen met Frank. En hoe zijn jullie op de naam van de band gekomen? Ja, je wilt gewoon verschillende muziekstijlen samenvoegen en dan distilleren we hele metal in één geheel. En hebben jullie als kind altijd al interesse gehad in muziek? Ik wou ook drummer worden, maar is niet gelukt. Mij wel. Hoe hebben jullie Randrock ervaren? Ja, het was wel gezellig. Ik bedoel, vind ik, was een programma. Ik heb het een beetje opgewarmd en toen kwamen wij. Kijk op onze website distilleren.eu. En dan kun je onze shows checken. Oké, zo je bent net klaar met optreden. Helemaal uitgeput natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Heb je altijd al geweten dat je wou zingen en optreden? Ik wist dat ik wou optreden. Ik wist niet dat ik zingen zou zijn. Ik wou eigenlijk een actrice worden. Als heel klein jonge kind. En toen begon ik met muziek als een in-between dingetje, totdat ik actrice kan worden. En dat is nu 31 jaar later. Ja, ja. En je staat heel erg voor kinderbescherming en dieren. Is er ook iets waar je even iets over wil zeggen, van wat jou heel erg aan het hart ligt? Ja, zeker. Ik ben de ambassadrice hier in Nederland voor twee kinderstichtingen. Ik doe zoveel mogelijk wat ik kan om te helpen. Dat gaat meestal over andere heet reclaim. En dat gaat ook over meestal slachtoffers en om kinderen te beschermen. We were looking at a gun. Glory, we will be free. Elk jaar vrijwilliger. Ja. Doe je het werk met veel plezier? Absoluut. Ik heb eerst verschillende andere klussen gedaan. Dat ik hier nu backstage de boel een beetje probeer te regelen. Dus de eerste keer. Het is überhaupt de eerste keer dat ik het zo doe. En het lijkt wel heel goed te werken. Het is een leuke klus om te doen. Ik heb al wel
wel 21 kilometer in de benen, dus ja. Het is wel hard werken, maar het blijft gewoon heel leuk. Iedereen is blij, dus de eerste stap gaat het niet zo raar. Oké, en mensen die nog nooit naar Randrock zijn geweest, maar nog wel een keer naar Randrock zouden willen, wat zou je tegen hun willen zeggen? Ja, het is hier hartstikke gezellig, je hebt voor allerlei soorten muziek. Gratis toegang, niet al te dure muntjes. En echt, ja, voor ieder wat wil, het is gewoon koop.